Dan 10 mei 1940, vrijdagmorgen, om plusminus 3:30, kwamen er zoveel Duitse vliegtuigen over dat we eerst niet wisten wat er gaande was. Maar heel spoedig kwam er een bericht binnen dat ook Duitsland ons land was ingevallen. Een paar verschrikkelijke dagen hebben wij toen beleefd. Steeds moesten wij op ons hoede zijn. We hadden in het fort 2 kanonnen staan, welke vuurmonden in de richting van Lobith stonden en zo de Rijn onder vuur konden nemen. We zijn in Fort Panderen en we staan helemaal boven op de top dus eigenlijk van Fort Panderen. En als je dus over mijn schouder heen kijkt, zie je dus ook echt de splitsing van de Rijn en de Waal. En kijk je ook, zoals ik net al voorgelezen heb uit het dagboek van Toon Bourgogne, zie je dus ook richting Lobith, waar dus ook die 2 kanonnen opgesteld stonden. Van 1869 van de bouw van Fort Panderen, dus tot aan nu, hebben hier natuurlijk heel veel soldatenwaren gelegerd. En die willen we juist heel graag zoveel mogelijk naar voren halen, die te laten zien, ook juist als eerbetoon aan de jongens die hier gelegerd worden. Wij zijn hier in het museum van Fort Panderen, het soldatenmuseum van Fort Panderen moet ik eigenlijk zeggen. En waar we nu lopen hier is op de eerste etage en vooral in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn dit eigenlijk de slaapruimtes geweest waar de soldaten dus lagen. Nu hebben we het ingericht als museum, vooral natuurlijk alle soldaten, de foto's die we straks zien. Maar het gaat er juist ook om, wij willen een verhaal vertellen dat we in ieder lokaal, wat we hier rechts en links zien, waar we dus laten zien waar de soldaten sliepen, hoe ze geuniformeerd waren, hoe het inventaris was van de soldaat. De periode dat hier soldaten gelegerd waren was van 1871, Fort Panderen is gebouwd in 1869, en tot 1964 zijn dus hier soldaten, waren soldaten hier gelegerd. Op zijn Hollands gezag, die willen die soldaten ook eigenlijk een smoel geven, dus kan je dat je kunt laten zien. Als je de soldaat Rutte hebt, dan wil je ook graag weten, ja, wie was soldaat Rutte? Wanneer is je geboren? Wanneer is je overleden? En juist het mooie is daarvan dat je dus straks ook in deze fotozuil, in deze kist, dus straks de bezoekers zelf kunnen zien van hé, we moeten even kijken. Ik heet Pieters, noem maar iemand. En dan wil ik wel eens graag zien of mijn opa of iemand van familie daarbij heeft gezeten. Wij zijn op zoek dus naar vooral kinderen, maar ook familieleden die dus ons aan gegevens kunnen helpen, vooral ook aan foto's kunnen helpen van soldaten die hier voormalig in Fort Panderen gelegerd waren. En dan heb ik natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog, maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Nou, daarvan willen wij graag nog meer aanvulling hebben van foto's om er hier nog bij te zetten. Kent u iemand die op Fort Panderen gelegerd was? Misschien heeft u oude foto's of materialen die betrekking hebben op de geschiedenis van Fort Panderen. Wim is er blij mee.